Welkom bij de online bierproeverij van Hellebier. Mijn naam is Job en ik heb een achttal bieren voor jullie geselecteerd die als het goed is thuis koud in de koelkast staan. Vier daarvan gaan we behandelen als een online bierproeverij. En die zal ik één voor één introduceren met informatie over het bier en de brouwerij. En tussendoor nog wat uitleggen over de bierstijlen en bierbrouwen. Veel plezier en geniet ervan. En proost! Het bier dat we gaan proeven is Hazy Little Thing IPA van Sierra Nevada. Een session editie. Sierra Nevada is afkomstig uit Amerika, Chico. Tegenwoordig ook een brouwerij in Mills River. Zodat ze zowel de oostkust als de westkust bezetten. En heel Amerika van bier kunnen voorzien. Maar ook te proeven in Nederland. En laten we hem uiteraard gaan proeven en beoordelen. Zodra we hem ingeschonken hebben, zien we dat het een mistig citrusgele IPA is. Met de mooiste biele, fijne maar stevige schuimkraag. Ruikt zeer bloemig, aangenaam, ook een beetje fris citrusachtig. En laten we hem natuurlijk gaan proeven. Ja, daarin ook weer die mooie frisse smaak, begeleid door een bittertje. Wat je van een IPA gewend kunt zijn. Dit is een session editie, dat betekent dat het een lager alcoholpercentage heeft dan gebruikelijk. In dit geval 4,6%. Mooi alcoholpercentage om een proeverij mee te beginnen of als aperitief bier te gebruiken. Of ook gewoon een heerlijke doorslesser tussendoor. Nou, Sierra Nevada is een brouwerij, eigenlijk al sinds de jaren 80 dat het ontstaat. Of is ontstaan en ooit begonnen met een pale ale te brouwen. Nooit wetende dat de basis was voor de rijke historie die het ondertussen heeft opgebouwd. Dit is dus die session IPA. Valt misschien ook op dat het in blik zit. Wat daar het voordeel van is, daar heb ik een andere video van gemaakt. Daar zou ik zeggen, klik hierboven in het scherm waarin ik dat graag uitleg. De IPA, dat is van origine een Engelse bierstijl waarbij de hop centraal staat. Vandaar ook het bittere, wat meer hoppiger dan de andere bieren. In dit geval combineert dat mooi met die frisse smaak en zou ik zeggen, geniet van dit bier. Proost! Het bier dat we gaan proeven is Westmalle Extra van brouwerij Westmalle uit het plaatsje Malle in België. Een goudgeel blond bier, een nieuwere variant dan de Westmalle Dubbel en de Westmalle Triple. Laten we hem gaan proeven en beoordelen. Zodra we hem ingeschonken hebben, zien we dat het een hele stevige schuimkraag heeft. Stabiel, fijne schuimkraag, kleine schuimbelletjes. Wat helder, veel bruisend, veel koolzuurgehalte. Dat zul je zo meteen ook als mondgevoel ervaren, dat hij echt goed bruist in je mond. Hij ruikt fris, maar toch ook wel een beetje dat moutige herken je erin. En zodra je er een slok van neemt, vooral dat bruisende in je mond valt op. Maakt eigenlijk heel goed je mond schoon. Wat je wellicht als aperitief bier daar ook goed kunt gebruiken. Of tussendoor om eventueel je mond te reinigen. Nou, het bijzondere aan dit bier is dat het eigenlijk altijd werd gebruikt. Vooral door de monniken van deze trappistenbrouwerij. Bij het eten. Waardoor het dus ook goed te combineren was. Maar dit is eigenlijk een lagere variant dan dus de Westmalle Dubbel of de Triple. De theorie achter die termen overigens van de Dubbel en de Triple en ook de Quadruple, die leg ik graag uit in een andere video waar je op je kunt klikken hierboven. Dan weet je ook wat meer waarom die termen nou worden gebruikt. Dit is eigenlijk dan te vergelijken met een enkel, de Westmalle Extra. Afkomstig dus van Westmalle, een trappistenbrouwerij. Kenmerk daarvan is dat het onder andere onder leiding staat van monniken. En daarnaast een non-profit organisatie is. En vooral ook echt binnen de brouwerij of binnen het klooster wordt gebrouwen. Ze brouwen, daar kunnen ze wel wat van. Maar voor nu zou ik zeggen, geniet heerlijk van deze Westmalle Extra en proost. Het bier dat we gaan proeven is Eeuwig Zon van brouwerij Eeuwig Zonde uit Someren. Een fris blond bier van 5,4%. Een mooi zonnig blond bier. En laten we hem gaan beoordelen door hem uiteraard in te schenken. Zodra we hem ingeschonken hebben, zien we dat het een mistig honingkleurig bier is. Met een stabiele en fijne schuimkraag. Ruikt fris, maar ook een klein beetje zoet.
als je er een slok van neemt, toch wel wat mooi kruidig. Het bijzondere misschien aan dit bier is dat het ook met 4 verschillende moutsoorten is gebrouwen. Dat maakt hem zowel fris als kruidig. Nou, mooi en zonnig bier. De naam van de brouwerij, Eeuwig Zonde, is eigenlijk ontstaan doordat ze een andere naam hadden, namelijk De Zeven Zonden. Maar die was al bezet door een Belgische brouwerij. En tijdens een brainstorm werd dan ook wel gezegd, het is toch eeuwig zonde dat we die naam niet kunnen gebruiken. En dat werd dus uiteindelijk de naam van de brouwerij. Een brouwerij die uiteindelijk een mooi, stabiel, redelijk breed assortiment heeft, waar de Eeuwig Zonde er eentje van is. En voor nu zou ik dan ook zeggen, ga ervan genieten en proost. Het bier dat we gaan proeven is Madison van brouwerij Sint Crispijn uit Waalwijk. Een East Coast IPA. Mooi bitter met fruitige aroma's. Maar laten we dat gaan beoordelen door hem uiteraard in te gaan schenken. Nou, zodra we hem ingeschonken hebben zien we dat het een mistig oranje kleurige IPA is met een mooi stabiele fijne schuimkraag. Fruitig in de geur. En uitnodigend om er een slok van te nemen. Mooi zachte IPA. Natuurlijk wel het subtiele bittertje wat aanwezig is wat je van een IPA gewend bent. Een East Coast IPA betekent eigenlijk niets meer dan dat de hopsoorten die gebruikt zijn oorspronkelijk van de oostkust van Amerika vandaan komen. Maakt het zowel dat bloemige fruitige geur als het bitter in de smaak. De historie van de IPA die heb ik overigens uitgelegd in een andere video. Daar kun je hierboven op klikken, waarbij ik dat wat uitgebreider graag uitleg. Brouwerij Sint Crispijn, een brouwerij uit Waalwijk, maar behalve een brouwerij is het ook een proeflokaal waar je in het weekend die heerlijke bieren kunt proeven. Natuurlijk ook deze, dit behoort tot een van de specials en daarnaast hebben ze echt een core range. Deze IPA heeft een alcoholpercentage van 6,9% en voor nu zou ik dan ook zeggen, geniet van deze heerlijke East Coast IPA. Proost! De overige 4 bieren die we gaan proeven in het pakket zijn Witte Anker Goud. Een mooi fris blond bier voor de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda van brouwerij het Witte Anker uit Breda. Fris blond bier van 5,2%. De Beerze Classic van brouwerij Beerze uit Vessem. Een traditioneel recept van een oom van de brouwers, een tarwebier. En dit frisse bier heeft een alcoholpercentage van 5,5%. Lentebier van brouwerij Het Meuleneind uit Hoeven. Een WIPA, oftewel een White IPA. Maakt het zowel fris van de tarwe als het bittere van de hop. En deze White IPA heeft een alcoholpercentage van 5,6%. En dan als laatste een mysterieus biertje. Ik kan nog niet vertellen wat voor bier het is, maar dat ontdekken jullie thuis in het pakket. En de bierbeschrijving zit daar bij aan de hand van het alcoholpercentage. Al met al ook een bier om van te genieten natuurlijk. En geniet van alle bieren en proost! Leuk dat je hebt gekeken naar deze online bierproeverij van Helle Bier. Jullie hebben er vast wat meer van opgestoken en ook genoten van de bieren. En tot de volgende keer. Proost!